De commandant en ondercommandant van de controleurs van het openbaar vervoer zijn onthieven uit hun functies. Zij kregen gisteren een telefoontje om vandaag een brief in ontvangst te nemen waarin de directeur van transport, Estrella Noordzee, aangeeft dat ze per 3 maart 2022 uit hun functies zijn ontheven. Onisha Mongo, commandant controleur van de dienst openbaar vervoer, zegt dat de reden voor de ontheffing niet bekend is. Daarom zijn we hier gekomen om de directrice te vragen waarom we ontheven zijn. Geachte mevrouw, middels dit schrijven willen wij u mededelen dat u per heden, donderdag 3 maart 2022, wordt ontheven uit de functie als commandant van de dienst openbaar vervoer. Met dankzegging voor uw inzet in de afgelopen jaren. Per heden bent u ter beschikking gesteld van de directeur transport, mevrouw Noordzee. Ik wil niet ter beschikking van mevrouw Noordzee zijn. Ik wil mijn werk gewoon normaal doen. Als controleur word je nooit ter beschikking thuisgezet. Nooit. Het is voor het eerst voorgekomen. Dit is geschiedenis. Zowel de commandant als ondercommandant van de controleurs zeggen dat ze nimmer problemen hebben gehad met de directeur van transport. Ze zijn vanmorgen naar het hoofdkantoor van het ministerie van TCT geweest om verhaal bij haar te halen. Maar dat we het pas gisteren hoorden en vandaag hebben gehad. En ik vind het wel vreemd dat we hebben niks. Ik weet niet hoe ze erachter komen om dat te doen. Dus we werken in shiftverband. We zijn met 3 groepen in de stad. Groep A, groep B, groep C. En wij zijn van groep C. En ze hebben alleen onder commandant en commandant ontheven van een functie van groep C. Maar die andere groepen hebben ze gewoon gelaten. Vinden het niet eens dat we ontheven zijn. Dus daarom zijn we met de hele groep hier. Ja, sedert 7:30 waren we hier. De directeur van transport, Noordzee, heeft onze redactie aangegeven niet te willen reageren omdat het gaat om een interne aangelegenheid. De controleurs hebben morgenochtend een bespreking met vicepresident Ronnie Brunswijk.